Het wordt bij jullie beslist in echt waar de laatste 100 meter. Dat is toch wel een beetje een thrillerachtige uitslag. Ja, kijk, ik denk dat het wel echt een heel mooi scenario was voor Ameland dat het zo afliep. Rijden wij met die vier al meteen in het begin weg of met alleen met Jasper, ja, dan is het echt een tweestrijd. En ik denk dat dan de spanning veel minder was. Nu was het echt dat we op laatst, zeker, komt Stefan nog terug, komt Thijs nog terug, wie gaat de sprint als eerste aan. Ja, het was gewoon heel erg spannend, zeker de laatste 100 meters. Ja, het is voor jou de eerste titel. Je hebt al een paar keer langs het net gevist, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat moet jou toch wel ook voor het komende seizoen weer heel veel stimulatie geven. Ja, zeker. En niet alleen dat. Kijk, ik heb weer gewoon een heel goed seizoen gedaan. En het EK dan net misgelopen. Door misschien wel een eigen fout. Ja, dat kun je volgend jaar herstellen. En dat wil ik ook herstellen. Maar weer 9 overwinningen. Vorig jaar ook 9. Ja, kijk, als je dat ziet op het aantal wedstrijden waar wij rijden in een jaar, dan is dat gewoon ontzettend veel. En ja, om dat te overtreffen is misschien niet, is niet zo heel makkelijk. Maar om volgend jaar misschien de grote wedstrijden een keer te winnen. De Pannen heb ik nog nooit gewonnen. Een wijk aan zee is voor mij wel echt een doel. En natuurlijk onze eigen strandrace. Ja, er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. Zeker bij de mannen. Ik denk dat daar wel een groep van een man of 12 rondrijdt. Die eigenlijk elk weekend wel kans hebben om een wedstrijd te winnen. En het is ook vorm van de dag wat heel bepalend is. Ja, kijk, bij mannen zijn er denk ik echt 20 man die echt kunnen winnen. En dan heb je natuurlijk wel een groep van een 30, 40 man die iedere week om het podium strijden. Het is natuurlijk wel op zich altijd, lijkt het alsof dezelfde van voren zitten. Maar ja, ik denk dat Jasper Okloen, Bram Imming, Richard Jansen, ikzelf, dat we echt wel natuurlijk technisch net wat beter zijn dan de rest. En ja, misschien dat daardoor het podium elke keer net op het laatst beslist wordt. Want vaak is het dan een strandafgang of is het nog een moeilijke hindernis net voor de finish. En ja, daar wordt verschil gemaakt. En daardoor zal het podium ook vaak wel dezelfde kant op gaan. Maar er zijn veel mensen die daarvoor kans hebben. Ja, volgend jaar zullen er echt wel weer meer nieuwe bij komen. En ik hoop ook dat er weer nieuwe renners bij komen die het strandrace leuk gaan vinden. En dat het gewoon een grotere groep wordt. Ja, het is een hele leuke discipline die toch al best wel een lange geschiedenis heeft. Voor het komend seizoen heb jij voorlopig de rood-wit-blauw om de schouders. Ja, jij gaat het komend seizoen vanaf de eerste wedstrijd vliegen. Ja, kijk, ik zou graag, Hoek van Holland en Helder is natuurlijk de derde wedstrijd. Daar zou wel heel mooi zijn om die te winnen in het rood-wit-blauw. Het is een marathonwedstrijd. Het is op het strand. Ja, vorig jaar Nederlands kampioen marathon, dit jaar Nederlands kampioen strandrace. Ik denk dat dat de motivatie is om nog daar in het rood blauw te winnen. Nou, met die motivatie zit wel goed. Heel veel succes voor de zomerperiode en nog meer succes voor de strandraceperiode. Ja, dankjewel.